Het is maandag 28 juli. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Hardingsveld Giessendam zwaar getroffen door hevige plensbuien. 92-jarige Rotterdamse verzet zich tegen bekeuring en Stefan de Vrij op het punt om 5-jarig contract te tekenen bij Lazio Roma. En het weer voor morgen, het Aldus. Dinsdag is een mooie zomerdag met zonnige perioden, afgewisseld door stapelbewolking. Het blijft de hele dag droog, temperaturen hoger dan vandaag, 23 graden langs de kust tot 25 graden plaatselijk landinwaarts. Wel staat er aan zee een vrij krachtige noordenwind, een windkracht 5. Dus gaat u naar het strand, neem dan zeker een windscherm mee. Graag tot zometeen. Flinke wateroverlast na zware regenbuien afgelopen nacht. Uit het oostelijk deel van onze regio kwamen verschillende meldingen binnen. Maar het hardst getroffen zijn Gorinchem en vooral Hardingsveld-Giessendam. Het is eigenlijk, je ziet het, de gordijnen hangen er weer in. En we hadden net alles eigenlijk weer klaar. En, de muren laten doen, de vloeren laten doen. Dus we zaten er eigenlijk weer toppie bij, maar we zijn net teruggekomen van vakantie. We waren op vakantie, we waren teruggeroepen. En dit is het resultaat. Grote plassen in straten en ondergelopen kelders. In het oostelijk deel van de regio Rijnmond hadden veel gemeenten last van de regenval. De bewoners van de nieuwe weg in Hardingsveld-Giessendam zijn al sinds vanochtend 8 uur bezig met scheppen en pompen. Ja, mijn man die werd wakker en die keek naar buiten en die zag dat het buiten helemaal blank stond. En we wisten al wel dat hier snel water naar binnen komt. Dus we zijn naar beneden gerend. Toen zagen we al dat het kwam, het water. Dus we hebben heel gauw alles wat een beetje niet nat mag worden een beetje omhoog gezet. En op een gegeven moment kwam het gewoon in stromen naar binnen en dan kun je niks meer doen. Dus toen hebben we pompen geregeld en vanaf die tijd een beetje gaan pompen. Vanaf vanochtend 9 uur, toen zag ik het al van, oh, dit gaat niet goed. Gelijk mijn man gebeld. Nou ja, die is er. Brandweer is er. De brandweer was al vanochtend vroeg aanwezig om de ondergelopen huizen leeg te pompen. Maar ook de kinderen uit de buurt stonden met emmers klaar om de getroffen bewoners een handje te helpen. Ja, het zijn buurkinderen van ons, maar ook omheen. Die zijn al heel de hele tijd bezig met emmers en de pomp weer goed zetten en zo. Dus dat is wel super. Iedereen helpt elkaar. Overal komen pompen vandaan. Mijn man komt naar huis met pompen. Dus dat geeft wel echt weer dat buurtgevoel. Iedereen helpt elkaar gewoon. En dat is gewoon het mooie van deze buurt eigenlijk alweer. Iedereen is er voor elkaar. En op de nieuwe weg in Hardingsveld-Giessendam verslaggever Ron van der Ree. Ron, sta je nog tot je enkels in het water of is het meeste leed inmiddels wel geleden? Nou, ik sta niet meer tot mijn enkels in het water en het water komt ook niet meer naar boven. Maar je ziet achter me, in een aantal woningen wordt nog flink gepompt door Suzanne. En de brandweer is hier nog volop aanwezig met die grote dikke slangen die je hier over de weg ziet liggen. Ja, dan gaat het om een aantal huizen. Hè. Een deel van de bewoners is, zoals je hoorde, met vakantie of had vakantieplannen gemaakt die gecanceld moeten worden. Ja, het blijft heel vervelend. Een klein rampje voor de mensen hier op de nieuwe weg. En Ron, het is niet de eerste keer dat de bewoners van de nieuwe weg te kampen hebben met wateroverlast. Nee, wellicht kunnen we ons dat nog herinneren. 2005 voor de kijkers was het hier ook prijs. Toen is er daarna onderzoek gedaan. En toen hebben onderzoekers de conclusie getrokken. Ja, mensen, eens in de 100 jaar kan dit voorkomen. Ja, het is door de klimaatveranderingen natuurlijk anders. En de vraag is, ja, wat gaat er nu aan die waterhuishouding gebeuren nog? Wat kan de gemeente doen? Ik heb dat aan de verantwoordelijke wethouder zojuist voorgelegd. En ik waarschuw de bewoners vast, die gaat die bewoners teleurstellen. Dit soort extremen maak je niet zo vaak mee. Het is nu de 2e keer in 10 jaar. We weten wel dat ons klimaat verandert. En dat klimaatdeskundigen er rekening mee hadden dat er meer en extremere buien komen. Nou, dat hebben we de afgelopen periode ook gemerkt, ook in de rest van ons land. En Nederland zal er ook een antwoord op moeten vinden hoe met waterberging en met waterveiligheid om zal moeten gaan in dit soort extreme omstandigheden. Of dat er überhaupt wel mogelijkheden zijn om dit het hoofd te kunnen bieden. Want er zijn, en u hebt dat zelf ondervonden, er zijn momenten. Daar staan we machteloos. Uw gemeente gaat in ieder geval niet met nieuwe voorstellen komen? Wij gaan deze regenbui evalueren uiteraard. En precies kijken wat is er nu gebeurd, wat is er aan neerslag gevallen, welke maatregelen zijn er genomen, zijn die tijden genomen. En dan moeten we bezien welke conclusies dat we daaruit gaan trekken. Goed, de regenbui wordt geëvalueerd, Ron. Hoe lang gaat het nog duren voordat de huizen aan de nieuwe weg weer schoongeboend zijn?
Ja, die laatste woorden van die wethouder, dat is gewoon Nederlands, van wij kunnen weinig meer voor u doen. Nou, dat zal nog uren gaan duren. Ja, en dan is het verzekeringswerken. En een geluk bij een ongeluk, je hebt het gehoord van Ed Alders, het blijft voorlopig wat het water betreft rustig, ook in dit gebied. En ja, dat is het enige positieve voor de bewoners hier, Suzanne. Dankjewel, Ron van der Ree. En het noodweer trof ook een monumentale boerderij in Ottoland. Door blikseminslagen brak brand uit in het rieten dak van de boerderij. De brandweer moest noodgedwongen een deel van het dak vernielen om het vuur goed te kunnen bestrijden. Het vuur was snel onder controle. De boerderij liep brand- en waterschade op, maar is gespaard gebleven. En straks, UFO-spotters uit Spijkenisse laten weer van zich horen. Maar je ziet straks dat het object van rechts naar links achter de bomen, hier zie je het vandaan komt. Ga zelf op je gemakje 's avonds eens kijken en ga proberen zaken in de lucht te onderscheiden. Straks meer. Een hoogbejaarde dame uit Rotterdam Overschiet pikt het niet. Ze moet 115 euro boete betalen wegens het verkeerd aanbieden van huisvuil. De 92-jarige bekent schuld, maar ze plaatste haar vuilniszakje naast de container omdat de klep haperde. En de zak weer meesjouwen terug naar binnen, daar had ze geen energie meer voor. Haar zoon is laaiend. 115. Moet ik het betalen? Ja. Jij bent de boef hier. Hier. Mevrouw Brezet van 92 jaar heeft haar allereerste boete in haar leven te pakken. Ze woont nog zelfstandig, krijgt hulp van familie en thuiszorg en zelf doet ze ook nog het een en ander. Zoals het vuilnis buiten zetten. Hij ging er niet in. Alleen dit keer gaat het mis. Nou, dit is wat ze waarschijnlijk geprobeerd heeft. Nou, kan je nagaan. Je bent toch een sterke kerel, maar dat lukt dan niet. Ik weet niet. Ja, het zit gewoon helemaal vol. En mensen zetten dan maar... Nou, dat is er ook weer een zak van een kilo of 5, 6. Je zet hem dan maar gewoon ervoor. En dat heeft zij ook gedaan. Mevrouw Brezet vindt de boete buiten proporties. Je kan wel eens een keer een foutje maken, hè? Ja, verkeerd overkomen of... En er dan gelijk een boete voor krijgen? Overdreven. We kunnen niet heel de dag haar gaan lopen koeieneren. Dus dit doet ze dan uit eigen goede wil. En dat doet ze, zo doet ze wel vaker dingen, dat ze ineens iets buiten gaat doen dat wij niet precies weten. Zo'n Han Brevet begrijpt er niets van. Hij heeft een boze brief geschreven naar de gemeente Rotterdam. En dan gaat u ervan uit dat de gemeente Rotterdam weet dat ze nu iemand van 92 aan het beboeten zijn? Dat zouden ze moeten weten. Vroeger hadden ze dat geweten. Vroeger kende je de vuilnismannen. Vroeger belden ze gewoon aan, mevrouw, kan ik u helpen? En nou, het is gewoon een keiharde maatschappij geworden waar oude vrouwtjes gestraft worden. Zullen we het maar gewoon betalen? Ja? En hopen dat we het terugkrijgen? Een bezwaarschriftencommissie buigt zich nu over de zaak. Voor mevrouw Brezet blijft het hopelijk bij een eerste en laatste boete. Blijft u zelf het vuilnis buiten zetten? Ja, het is hier het hoekje om. Vlakbij. En stadstoezicht van de gemeente Rotterdam wil niet voor microfoon reageren, zolang de bezwaarschriftprocedure nog loopt. Het hing al een tijdje in de lucht, maar ook Stefan de Vrij gaat Feyenoord verlaten. Ruud van Os, jij hebt de details. Inderdaad, hij staat op het punt in een 5-jarig contract te tekenen bij Lazio Roma. De deal is nog niet helemaal rond. Er moet nog een medische keuring plaatsvinden, maar dat is morgen en dan is de deal in kannen en kruiken. En dat betekent dat overmorgen, als het Feyenoord bij ziektes is, ja, dat Stefan de Vrij dan niet meedoet bij Feyenoord. Stefan de Vrij is na Graziano Pelle, Bruno Martens Indy en Dero Janmaat al de 4e basisspeler van het vorig seizoen die vertrekt. De verdediger had in de Kuip nog een contract voor 1 jaar. Hoeveel Lazio Roma neertelt voor de Vrij is niet bekend. De Italianen klopten ook voor het WK aan bij Feyenoord voor hem. Maar het eerste bod van rond de 5 miljoen euro werd toen door de Rotterdammers van tafel geveegd. Omdat de 22-jarige verdediger in Brazilië goed voor de dag kwam, accepteert Lazio nu dus wel een hogere vraagprijs. De Vrij speelde sinds 2009 in het eerste elftal van Feyenoord. In 153 competitiewedstrijden scoorde hij 7 doelpunten in het rood-wit. En dan is er nog meer nieuws uit de Kuip. Terrence Kongolo heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd. Hij stond nog 1 seizoen onder contract. Die verbintenis is opengebroken en met 2 seizoenen verlengd. Kongolo is dus Feyenoorder tot de zomer van 2017.
En Ruud, straks volgt Sportclub Rijnmond met de volgende onderwerpen. Voetbal, voetbal, voetbal en voetbal. We gaan naar de open dag van Sparta. We zijn bij een oefenwedstrijd van FC Dordrecht maken we een portret van een van de belangrijke spelers. Verder Excelsior tegen Roda. En natuurlijk een terugblik op dat fantastisch mooie en spectaculaire WK BMX in Ahoy. Dankjewel Ruud van Os. En er worden weer UFO's gemeld in de regio. Een groot aantal waarnemingen op de website van het UFO-meldpunt zijn anoniem. Maar een stel uit Spijkenisse is minder terughoudend. 2 weken terug filmden ze een UFO. En dat was niet voor het eerst. Dit bolletje gaat het. Waargenomen in de omgeving van de Heemraadlaan in Spijkenisse. Hij gaat hier achter de boomtoppen. Vliegt hij op een rustig tempo vliegt hij naar links. Het vliegt op een horizontale lijn eigenlijk. Haast een perfect horizontale lijn vliegt het voorbij. En wat je ook duidelijk kan zien op de beelden, hoe we het geanalyseerd hebben, is dat het vervormt in de lucht. 6 jaar terug vloog een metersgrote UFO over de woning van Ronald en Suzanne. Het maakte een overweldigende indruk. Nou ja, dat vonden we zo bijzonder wat we hebben mogen zien. Ja, dat het eigenlijk een passie is geworden naar het onderzoeken van het fenomeen. Dit is een EOS 7D, dus een Canon. Daaraan zit gekoppeld een 402-8 lens met een extender, dus 1120 mm bij elkaar. Ja, we hebben dit al zo vaak mogen vastleggen dat ja, wij vinden gewoon dat hier te weinig aandacht aan besteed wordt, terwijl het toch iets heel bijzonders is wat we elke keer weer kunnen vastleggen. Nou, als je objecten goed dichtbij wil halen, dan heb je de nodige spullen nodig. En een wegwerpcamera, daar lukt het niet meer mee. In de afgelopen jaren werden meerdere UFO's waargenomen en vastgelegd. Maar ja, dat gaat zo snel allemaal. Je ziet iets in je ooghoek. Vervolgens pak je je spullen, je rent naar boven en je gaat het vastleggen. En alles wat we hier zien, hebben jullie niet zelf in scène gezet? Is niet getruckeerd, niet bewerkt met de computer? Nee, dat kunnen we ook laten zien, want we hebben de beelden op video nog vaststaan. Dit zijn de pure beelden. Dit zijn de pure beelden. Ronald en Suzanne hopen in de toekomst op een ontmoeting met een UFO, die in dat geval een landing heeft gemaakt en misschien wel in Spijkenisse. Dat was het. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl. Ik wens u nog een mooie dag verder.